Het was zaterdag Teun de Nooijendag op het Rabo EK Hockey in Amstelveen. Niet alleen werd de record international gekroond tot beste Nederlands hockeyer aller tijden, ook scoorde hij in de wedstrijd tegen Polen zijn 200ste doelpunt. En dat deed ook de Nooijer zelf best wel even wat. Ja, nou, het was natuurlijk wel toch een hele speciale wedstrijd voor mij. Het was de record in het land, nummer 402. En als ik zou scoren was het ook mijn 200ste goal voor Nederland. Dus dat was ook eigenlijk wel heel erg speciaal. En uiteindelijk geloof ik 5 minuten na rust ging hij erin. En dat vond ik toch wel een heel mooi speciaal moment. Daarvoor al bijna. Toen was het ook even van, toen kwam je close een paar keer goed in beeld. En toen was het, dat gaan we niet vertalen, maar... Nee, dat... ik moet eerlijk bekennen dat ik eigenlijk al dacht dat hij zat. En, maar die keeper die was er ongelooflijk snel bij en die had de korte hoek snel dicht zitten. En tweede helft wilde ik me dat niet nog een keer laten gebeuren. En gelukkig ging hij erin. Hele ruime overwinning. Zegt dat meer over het niveau van de tegenstander of over jullie eigen spel? Ja, vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik zei het net in de persconferentie ook. 2 jaar geleden werden we Europees kampioen in Manchester. Toen wonnen we zo'n beetje iedere wedstrijd met 1 goal verschil. Nu de eerste wedstrijd in 1 keer 9-0. Ik denk ook gewoon dat we gewoon echt een goede wedstrijd hebben gespeeld. En we hebben bijna niks weggegeven. Ik geloof 2 corners in de hele wedstrijd. En ze hebben geen 1 keer verder volgens mij een veldkans gecreëerd. Ja, en zelf heel veel gecreëerd. In de eerste helft hadden we ook al meer moeten scoren. Nou, in de tweede helft vlogen alle kansen erin. Een aantal hele mooie goals gemaakt. Ja, dat hebben we gewoon echt allemaal zelf gecreëerd. Dus ja, ik denk dat we gewoon een goede wedstrijd hebben gespeeld. Goede start op weg naar een succesvol toernooi. Ja, een goede start. Maar ik bedoel, het is nu al gewoon weer klaar. Het is achter de rug. En we krijgen maandag Spanje. En dan kunnen we echt ons borst nat gaan maken. Want dat is gewoon echt een van de toppers van de wereld. En we hopen met elkaar, met z'n allen, op een vol stadion. En weer een 9000 koppig publiek. Die echt een 12e man zal zijn. En misschien kunnen die ons extra helpen aanstaande maandag. Nou ja, goed, de beste hockeyer van Nederland staat in het veld, dus dat scheelt al een beetje, toch? Ja, dat geeft nu al wat extra druk, inderdaad.